Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Axidus. Goedendag, welkom bij Sparta naar voren. Ook na de winterstop gaan we in dit programma de verrichtingen van Sparta weer op de voet volgen. Als de Rotterdammers op zaterdag, zondag of maandag spelen, zie je dat op dinsdag in dit programma. Voordat we gaan kijken naar de wedstrijd die Sparta hier zondag speelde tegen Jong Ajax, gaan we eerst terug naar een moment vlak voor die wedstrijd. Toen werd op het kasteel een nieuwe business lounge geopend. Hier in deze spiksplinternieuwe business lounge worden gasten en sponsoren vanaf zondag ontvangen. En op het kasteel is men trots op dit nieuwe visitekaartje. Deze fantastische nieuwe lounge, die is een van de beste in Nederland, geen enkele twijfel. Ik ken al eerder de Eredivisieclub lounges, ik ken ze ook allemaal van de Jubilair League. Maar dit zoals het er nu uitziet is echt ongelooflijk. Het overtreft zelfs, ik had natuurlijk tekeningen gezien en alles, het overtreft mijn verwachtingen. De opening van de nieuwe lounge werd door burgemeester Ahmed Aboutaleb verkozen boven de klassieker tussen Ajax en Feyenoord. Aboutaleb werd in de afgelopen weken al om vele van zijn capaciteiten geprezen. En ook voor een voetbalanalyse kunnen we bij de burgervader terecht. Het is voor Sparta altijd up and down geweest de afgelopen jaren. Veel spelerwisselingen, veel trainerswisselingen, veel bestuurderswisselingen. Dat leidt niet altijd tot stabiliteit, zal maar zeggen, waarin er goed gepresteerd kan worden. Ik hoop dat nu een periode van rust uitbreekt met een nieuwe trainer aan het front van de spelers. Deze investering is ook een push in de goede richting. Maar ja, een fysieke investering levert nog geen goede prestaties op het veld. Dus voor mij als burgemeester zou dat een mooie beloning zijn als we de komende 2 jaar bijvoorbeeld alle 3 de clubs in Rotterdam in de Eredivisie zouden hebben. Het moet allemaal in het veld gebeuren. Hè? Ik heb van de week nog aan mijn ogen laten opereren, staart, dus ik zie het zelf nog scherper. Ik hoop de spelers ook. En of die spelers van Sparta scherp zagen nadat Westerhof en Aboutaleb de warme business lounge hadden verruild voor een plekje op de tribune, kregen ze een mooie wedstrijd te zien. Een klinkende overwinning op Jong Ajax. Laten we gaan kijken naar de beelden van die wedstrijd. Die werd voorafgegaan door een minuut stilte voor de vorige week overleden Spartaan Nol Heijerman. Een mooi eerbetoon aan Sparta-icoon Nol Heijerman voorafgaand aan de wedstrijd tegen Jong Ajax. Sparta en wedstrijden tegen Jong Ajax, dat is geen gelukkige combinatie in het recente verleden. In de wedstrijd in Amsterdam werd met 4-2 verloren en ook vorig seizoen 2 nederlagen. Maar vandaag kan alles anders zijn. Hier komt een rode kaart voor de doelman van Jong Ajax, Maus. Zijn naam beroert de bal duidelijk buiten het strafschopgebied met de hand. En daar staat maar 1 straf op, een rode kaart voor hem. In die Groothuizen komt hem vervangen. En Sparta dus een groot gedeelte van de wedstrijd tegen een man minder. De vrije trap wordt genomen door Thomas Verhaar. En dat is de 2e tik voor Jong Ajax binnen een minuut. Een doelpunt voor Sparta. En zo profiteren de Rotterdammers optimaal van deze situatie. Verhaar krult die bal prima in het doel. En ook hij, Alex Pastoor, is daar natuurlijk blij mee. De hoekschop van opnieuw Verhaar wordt binnengekopt door Thijssen. De mee opgekomen verdediger doet het vaker. Het is een bekend wapen van die bek van Sparta. Dan zou je verwachten dat ze dat bij de tegenstander toch ook weten. Maar Thijssen krijgt hier de gelegenheid om in te koppen. En zo is het 2-0. En denkt hij, die Groothuizen had ik maar lekker op de bank mogen blijven zitten. En is het dan gedaan in de eerste helft? Sparta gaat op zoek naar een derde treffer. Sparta wil snel een beslissing forceren in deze wedstrijd. Daar is de kopbal van Gladon. En daar is de 3-0. En dan is het toch wel gedaan. Bediend door Thijssen. De loopactie van Gladon is de verdedigers te slim af. En kopt de bal in het doel. En Sparta is op weg naar een mooie overwinning. En wat snakken ze naar de rust bij Jong Ajax. Maar ze moeten nog even wachten, want daar is Sparta alweer.
Doğan. Al vroeg de geblesseerde Pieter Nijs komen vervangen. En Doğan maakt de vierde voor Sparta. De combinatie op het randje van de 16, laatste paasje van Verhaar. En Doğan dan ook met zijn treffer. En ook Sparta Piet is uitermate in zijn nopjes met het verloop van deze wedstrijd. En ook in de tweede helft gaat Sparta vrolijk verder. Mamudov met de voorzet. Doğan voor zijn tweede. Maar die krijgt de bal niet op het doel. Het zal de tevredenheid bij Alex Pastoor niet veel minder maken. En daar is Sparta alweer op het randje van buitenspel. Niet er overheen blijkbaar. Mamudov, Gladon, die krijgt daar dan een niet te missen kans, zou je zeggen. Nou, het was een bijna niet te missen kans, want Gladon presteert het om die bal niet in het doel te krijgen. Het is een miniem smetje op een verder uitstekend verlopende wedstrijd voor Sparta. Misschien hier alsnog die vijfde als Bayo aanlegt. Bayo, ja hoor, zijn eerste treffer als Spartaan. Met wat fortuin, dat moet gezegd, terwijl je zijn doelpunt viert met de trainer. Het schot onderweg aangeraakt door een verdediger van Jong Ajax. Maar de treffer telt natuurlijk niet minder. En hij wil naar huis, zo snel mogelijk. Maar hij moet nog even, want de wedstrijd is nog niet afgelopen. En daar is Sparta weer, met Verhaar. Alles wat op die Groothuizen afkomt gaat om zijn oren. En datzelfde geldt voor dit schot. Mamudov, de zesde voor Sparta. Een kusje voor Jaap Sneep. En wat is het dan al met al een prima wedstrijd voor de Rotterdammers. Sparta wint met hele duidelijke cijfers. Het bezorgt trainer Alex Pastoor de eerste zegen als Sparta-trainer. 6-0, de grootste overwinning van Sparta sinds oktober 2013. Toen werd het hier tegen FC Den Bosch 7-1. Komende vrijdag is Volendam de volgende tegenstander voor de Rotterdammers. Einde van deze Sparta naar voren. Morgen zijn we weer op de radio. Dan volgen we de kwartfinale van de beker tussen Rode JC en Excelsior. Die wedstrijd begint om 6:30. Hopelijk tot dan. Nog een fijne dag. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Axidus.